Het is niet een Ajax-kwalitatief elftal. One last question. You had some talks with the referee. Maybe he said you were talking too much to him, or what was said there? I'm not sure. It's not the first referee to say that, to be honest, if he did. I always like to speak to the referee and, you know, have good communication. I think that's normal. Nothing untoward. You know, the referee was strong, was good, made good decisions. Very respectful of referees. I know how difficult that job must be at times. But, you know, at the same time, for a player, you're in the game, you want to win. You know, emotions are running high. So, yeah, you want decisions given your way, really. But that's all it is. Je ziet gewoon dat als onze twee vleugelspelers die ervaring hebben, die internationale of internationals zijn, er niet bij zijn. En je moet dat ook weer gaan veranderen. Dan wordt het er niet beter op. In het vertrouwen, in de kwaliteit. En dat was ook te zien vandaag. En dat is geen kritiek op de andere spelers, maar het is gewoon een feit. En daar hebben we wel mee te maken. Niet alleen nu, dat is natuurlijk al sinds ik het heb overgenomen, dat is de selectie. Ja, een aantal belangrijke spelers ontbreken en dat breekt ons letterlijk en figuurlijk op. John, goedemiddag. Je geeft het zelf wel aan, het is lastig om het wegvallen van die sterkhouders op te vangen. Maar kan jij eens aangeven, de ene keer kies je voor Forbes, dan voor Akpom, nu voor Barnel bijvoorbeeld, hoe je die keuze maakt en of je niet juist ook op het moment dat sterkhouders ontbreken eigenlijk naar wat meer vastigheid met een vaste vervanger toe wil werken? Ja, nou ja, goed, daar praten we dus inderdaad over. En met Barnel hadden we het idee, en dat hebben we gezien op de trainingen en in de wedstrijden van het tweede, dat hij wat meer, zeg maar, en diepte en voetballend, zeg maar, de bal vasthoudt. Carlos is natuurlijk heel erg recht toe, recht aan. En het brengt op een andere manier, brengt hij iets. Dus dat pakte niet echt uit. Barnel scoorde dan, of was wel betrokken dan bij die eerste goal, maar vanaf de zijkanten komt er gewoon te weinig. En dat is geen, dat heeft te maken met wat je in de selectie dan op dat moment voor spelers voorradig hebt. En die hebben op dit moment zeker niet de kwaliteiten die Steve Berghuis en Steve Bergwijn hebben. En dat is dus ook een heel belangrijk gegeven voor de rest van de ploeg. Het is niet alleen de kwaliteit van hun voorin, maar ze dragen natuurlijk daarmee ook het elftal tot op zekere hoogte. En dat is met een Barnel en een Marta en een Forbes is dat anders. Met Akpom ga je op een andere manier voetballen. Dus dan wordt de structuur van hoe we eigenlijk spelen de laatste sinds ik hier ben gekomen, ga je veranderen. En dat hebben we afgelopen donderdag gezien. En daar wilden we dus weer naartoe terug, om die structuur in ieder geval, wat de jongens nodig hebben, die duidelijkheid. Maar goed, als je dan vandaag de wedstrijd ziet, dan is dat toch, valt het dan toch tegen. Met name ook omdat, denk ik, toch kwalitatief net niet genoeg op het veld staat. Het is niet een Ajax-kwalitatief elftal.